Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ik ga vandaag een korte liefdesreading doen. Jullie kunnen kiezen uit 8 kaarten. En ik lees echt vol uit het boekje met de betekenis van alle kaarten. Dus niet alleen de kaart zelf, maar ook de betekenis uit het boekje. Dit is dus groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, 6, 7, 8. Dus 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Dus zou zeggen, succes met het zoeken van een getal. Wat je aantrekt, eerst wat er in je hoofd komt, is meestal groeien. En tot zo, tot bij de eerste. Doeg! Oké, de eerste groep. Kijk naar jullie kaarten. Het is veilig om lief te hebben. Open je hart om de meest waardevolle energie van alles te geven en te ontvangen. Ja, het kan zijn dat het van je geliefde is of voor jezelf. Moet jezelf maar even voelen bij jezelf. Het is veilig om lief te hebben. Even zoeken naar de betekenis. Ja, dus open je hart om de meest waardevolle energie van alles te geven en te ontvangen. Deze kaart geeft aan dat je hart afschermt voor pijn vanwege pijnlijke ervaringen in relaties. De engelen kunnen je echter alleen maar zoveel romantiek brengen als je binnenlaat. Als je hart afschermt, hoe kan er dan liefde binnenkomen? Een hart dat op slot zit, stoot de partner die je wilt aantrekken juist af. Als je de leiding van je innerlijk volgt, zal die je beschermen en je tegelijkertijd laten voelen dat je liefdevol bent en dat je wordt bemind. Vertrouw op je intuïtie met betrekking tot de betrouwbaarheid van andere mensen. En stel je hart open voor de mensen die aardig en vriendelijk zijn. Vraag de engelen om zorgzame mensen ook een liefdespartner in je leven te brengen. En ze zullen dat doen op voorwaarde dat jij luistert naar je innerlijke leiding en daarna handelt. En dan hebben we hier nog een paar kaartjes. Kijk naar je eigen innerlijk. Onderzoek hoe het komt dat je zo voelt. Dus ja, innerlijk werk, hè. Veilig om lief te hebben. Dat kan dus voor jou zijn of je geliefde. Hier staat, als je van deze wereld afgaat, dan neem je niks anders mee dan je ziel. En de herinnering die je hebt gedeeld met van wie je hield. Dat is de eerste groep. Het is veilig om lief te hebben, deze groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Oké, groep 2. Jullie hebben de kaart bruiloft. Bij deze situatie hoort een bruiloft. Nou, laten we even kijken wat er staat bij bruiloft. Bij deze situatie hoort een bruiloft. Je hebt deze kaart getrokken vanwege de op handen zijnde bruiloft die van jou of van iemand anders. Trouwen speelt op een of andere manier een rol in het antwoord op je vraag. Voor de een kan deze kaart een bevestiging zijn dat je zult trouwen, een aanmoediging om te blijven geloven en van je leefde blijven genieten zonder je druk maakt over je toekomstige gehuwde staat. Voor iemand anders kan deze kaart aangeven dat je tijdens een bruiloft een belangrijk iemand zult ontmoeten. Of dat je daar iets zult meemaken dat voor jou tot een nieuwe romance zal leiden. Het kan ook zijn dat het een huwelijk van je ouders is en de invloed hiervan op jouw gevoelens en ideeën over relaties. In sommige gevallen vraagt deze kaart je naar je eigen houding, eigen huidige en eventueel vorige huwelijken te kijken en naar je gevoel daarover met de intentie om je hart en je relatie te helen, echt heel te maken. En soms kan deze kaart het einde van een huwelijk aanduiden. In dat geval zullen de engelen alle betrokkenen aan ondersteunen, terwijl jij langzaam tot het begrijpen van de situatie en van de hele ervaring zult komen en je hart openstelt om opnieuw te kunnen liefhebben. En dan krijgen we deze als verklaring. Surrender, geef je over dus.
Ja, dus je moet dus het oude dus loslaten voordat er iets nieuws kan binnenkomen in je leven. Laat het gaan en dan zal het alles zijn goede uitwerking hebben. Dus ja, het kan zijn dat je een huwelijk moet loslaten of die persoon van wie je denkt, waarop je verliefd bent. Dus laat het gaan en alles zal een goede uitwerking hebben. Overgeven. Dan hebben we hier zo manifestatie, je dromen zullen verwezenlijk worden. Goed, dat was deze groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Oké, groep 3. Die hebben gesprekken van hart tot hart. Bespreek je gevoelens in alle eerlijkheid met elkaar. Die ga ik lezen voor jullie. Volgens de romantische engelen heeft je liefdesleven een gezonde injectie nodig van een eerlijke communicatie. Je hebt al een tijdje bepaalde gevoelens opgekropt en dat blokkeert je gevoelens van liefde. Er is nog tijd om dat te herstellen en te helen, maar dat vraagt wel inspanning van jouw kant. Je zult wellicht een ongemakkelijk gesprek moeten aangaan, waarbij het risico loopt dat je partner van streek raakt. Maar dit is uiteindelijk belangrijk om jullie relatie gezond te houden. Als het nodig is, schakel dan een onafhankelijk iemand in om dat gesprek te leiden. Dit kan zorgen dat jullie elkaar niet verwijten, maar naar een oplossing zoeken. Je kunt ook steun krijgen van een groep. Deze groepen werken anoniem. Of je nu met je partner spreekt of met een derde erbij, zo'n gesprek van hart tot hart zal groei als mens te goede komen en bedenken dat je geen invloed hebt op hoe de andere reageert. Je kunt alleen maar eerlijk zijn over wat je voelt, wat je wel accepteert in een relatie en wat niet. Door je gevoelens eerlijk te uiten, heb je betere kans je partner duidelijk te maken wat jouw behoeften zijn, dan dat je in stilte ongelukkig zit te zijn. Ja, gesprekken hart tot hart. Ja, wie het eerst moet beginnen, dat weet ik niet. In jullie situatie. Maar het is wel nodig in ieder geval. Laat kijken wat andere kaarten hiervan zeggen. Twin Flames. Ja, je passie. Ja, die bestaat. En misschien ook groeit ook de passie tussen jullie. Ja, heel vaak zijn er niet echt goede gesprekken van hart tot hart tussen tweelingzielen. Dus tijd dat, ja, zeg ik het weer, dezelfde mensen. Dat het. Gaat komen. De passie bestaat. Alleen liefde zal je vrijmaken. Laat al het oude los en sta nieuwe liefde toe in je leven. En daarvoor zijn gesprekken van hart tot hart hard nodig in deze groep. Dankjewel en like mij en tot de volgende keer. Oké, groep 4. We hebben hier aantrekkingskracht voor deze groep. Kan dus voor jou zijn en voor de af en de anderen. Je trekt romantische liefde aan door dit moment ten volle te genieten. Ga ik even lezen. Zo leuk dat je niet alleen de kaart hebt, maar ook het boekje. De romantische engelen sturen deze kaart om je als een goede vriend de waarheid te zeggen. De beste manier om meer romantiek in je leven te hebben is door die aan te trekken in plaats van heel veel moeite voor te doen. En jezelf bent ook het meest aantrekkelijke als je hier in het nu van jezelf kunt genieten. Je blijde lach, je expressie en je lichaamstaal zijn dan prachtig. Daarentegen roei je tegen de stroom van het leven in wanneer je gestrest op zoek bent naar romantiek. Dat gespannen op zoek zijn komt voort uit angst, uit onderliggende twijfel. Misschien vind ik het nooit. En die angst trekt juist aan waar je bang voor bent. Stress maakt dat je rimpels krijgt en dat je lijf gespannen is. En dat je geforceerde stem krijgt en nog veel meer dingen die je niet aantrekkelijk maken. Dus ruik eens na aan een roos. Geniet er volle van een welriekende schoonheid. Sta jezelf toe kleine pleziertjes toe die je veel vreugde geven. Maak gebruik van affirmaties dat er van je wordt gehouden en dat je lief bent. Visualiseer een mooie romantische relatie met een geweldige partner. Zorg heel goed voor jezelf en volg de leiding van je innerlijk. Via de wet van aantrekking
Zul je dan de romantische liefde naar je toe trekken doordat je zelf aantrekkelijk bent? Ja, aantrekkingskracht. En wordt verklaard door voor altijd en eeuwig jullie verkeren in eeuwige gelukzaligheid. Ja, er is misschien iemand die ontzettend aangetrokken voelt tot je. En jullie verkeren in geluk, eeuwige gelukzaligheid. Maar hou eerst voor jezelf. Zie ik de schoonheid in jezelf. En dan kan een nieuw begin komen. Een nieuw begin. Een nieuwe beginning. Een nieuw avontuur wacht. Ja, omarm het. En leef je dromen gepassioneerd. Ja, dat was deze groep. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer. Doeg! Oké, groep 5. Dit is dus voor jou of je geliefde, hè, voor deze relatie. Doe er moeite voor. Diepe liefde is het waard. Dat je de nodige stappen zet. Ja, dus is jij of hij. Goed, laten we kijken wat het boekje ervan zegt. Diepe liefde is waard dat je nodige stappen neemt. Je krijgt deze kaart omdat er een paar actieve stappen nodig zijn van jouw kant. Voordat je gebeden voor je liefdesleven beantwoord kunnen worden. De engelen hebben de deuren voor je geopend. En nu is voor jou de tijd om die door te gaan. Het eerste wat in je opkomt voor wat betreft het nemen van actie is een goed uitgangspunt voor je. Als je om spirituele hulp vraagt, krijg je altijd. Vaak komt deze hulp in de vorm van intuïtie, een ingeving, een gevoel of een gedachte die telkens terugkomt. Je kunt het gevoel hebben dat je dit doet, of je dit of dat moet doen. Je krijgt deze kaart als een duwtje in de rug om het ook echt te doen. Daarna zul je het volgende puzzelstukje krijgen in de vorm van een volgende boodschap, een volgende ingeving van wat je moet doen. Je kunt als je wilt de engelen ook vragen om je de motivatie te geven, de moed, de tijd en de energie om deze stap ook echt te gaan zetten. Realiseer je dat bij iedere stap je verder brengt op de weg naar diepe liefde. Nou, wordt verklaard door 2 kaarten. Mysterie. Op het juiste moment zal alles aan je geopenbaard worden. Laat het mysterie zich in alle rust ontwikkelen. Ja, leven is een serie van constante, ja, verschillende afwisselende cyclussen. Als je dus veranderingen afwijst, dan wijs je de natuurlijke flow af van het leven. En creëer onnodige stress. Ga met de flow. Je zal erg verbaasd zijn waar het toe leidt. Dus misschien is deze groep een beetje bang. Moet een beetje meer moeite doen. Meer meegaan met de flow. Dus het kan voor jou of je geliefde zijn. Hè? Goed, want deze was de 5e kaart. Dankjewel voor het kijken en tot volgende keer. Oké, kaart nummer 6. Je verdient liefde. Je bent beminnenswaard. Voor jou of je geliefde. Ga ik even lezen. De romantische engelen moedig je aan om in je zoektocht naar grote liefde door je te laten weten dat je dit verdient. Als kind van God ben je natuurlijk een liefdevol en beminnenswaard iemand, net als iedereen. Je hebt het recht om door alle mensen in je leven vriendelijk en met respect te worden behandeld. Als je harde, moeilijke dingen hebt meegemaakt in je leven, heb je jezelf misschien de schuld gegeven en heb je je geen liefde waard gevoeld. Deze kaart verzekert je dat je dat wel verdient. Je bent een wonder, mooi schepsel van Gods liefde en licht. Wat iemand anders ook gezegd heeft of tegen je gedaan heeft, ongeacht wat er in het verleden ook is gebeurd, Gods handwerk kan nooit ongedaan gemaakt worden. Hoe vaak je de affirmatie zegt, ik ben beminnenswaard, ik word bemind, ik heb lief, hoe meer dit ook echt gaat ervaren. Affirmaties helpen om spirituele waarheden op een diep onbewust niveau echt te geloven. En dat maakt dat je de liefdevolle mensen, relaties en omstandigheden aantrekt. En dat verdien je absoluut.
Dus ja, misschien vaak tegen jezelf zeggen: ik ben beminnenswaard, ik word bemind, ik heb lief. Even kijken wat de verklaring ervan is. Liefde, als liefde het antwoord is, waarom zou je dan vragen stellen? Ja, en dan deze. Dat betekent diep in je hart, weet je het al, het antwoord: doe wat goed voelt. Ja, je verdient deze liefde. Goed, deze groep, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Oké, groep 7. Welkom. Je even terugtrekken. Het is nu tijd om je even uit de wereld terug te trekken. Dus rust houden. Ik zal even lezen wat erbij staat. De romantische engelen zien dat je liefdesleven zal floreren als je een tijdje alleen bent met je partner of helemaal op jezelf. Het lijkt alsof je in de war bent geraakt door de goede raad van anderen. Daarom is het tijd dat je even eruit bent, zodat je beter kunt luisteren naar je eigen gevoel en je eigen mening. Als je een partner hebt, zal je een tijdje samen zijn, weg van andere mensen, jullie band hernieuwen en op een dieper niveau brengen. Dit kan gebeuren doordat je samen op vakantie gaat, een wandeltocht gaat maken, gaat genieten van de lange rit of dat je heerlijk samen thuis blijft terwijl je de telefoon afzet en de computer uit laat staan. De afbeelding van deze kaart lijkt ook een beetje op een huwelijksreis. En dat zou ook de letterlijke betekenissen kunnen zijn. Er zou in elk geval sprake zijn van verdieping van een band of een nieuwe serieuze relatie als je op dit moment single bent. Ook kan deze kaart duiden op een handen zijnde verloving, bruiloft of een hernieuwing van een gedane gelofte. Deze dingen krijgen meer betekenis als je de tijd neemt met je partner alleen. Als je momenteel single bent, raad deze kaartje aan wat tijd alleen door te brengen en na te denken over je ware gevoelens en gedachtes. Als je dat doet, als je de actie onderneemt, doe dat op basis van je intuïtie. Dat geeft je meer energie en dat helpt je weer om spoedig je liefdespartner aan te trekken en te manifesteren. Wordt verklaard door deze kaarten. Ja, hier staat ook: het is belangrijk om een stapje terug te doen en tijd alleen te spanderen. En in plaats om op een ander te focussen, is het nou tijd om dit aan jezelf te geven, die rust. En ja, nou is het time to give to yourself. Dus je mag nou dingen aan jezelf geven, de rust. Maar ja, als je met iemand bent en het past goed met je, kan je natuurlijk ook samen je eigen terugtrekken. Hoewel jullie misschien lichamelijk gescheiden zijn, blijf je spiritueel altijd samen. Liefde overstijgt tijd en ruimte. Je wordt niet in de steek gelaten. Nee, ondanks dat je zelf misschien even wilt terugtrekken, word je niet in de steek gelaten. Jullie zijn al spiritueel samen. Goed, dankjewel voor deze groep kijken en like mij alsjeblieft. Doei! Oké, nummer 8, de laatste: vergeven en leren. Staat: als je het verleden heelt en loslaat, zul je meer liefde kunnen ervaren in het hier en nu. Zal ik even opzoeken. De romantische engelen kennen je verlangens naar grote liefde. Ze sturen je deze kaart als gids. Ze zien dat het heerlijke van romantiek zowel kunt geven als ontvangen als je de spinnenwebben van het verleden racht. De engelen weten dat je in het verleden gekwetst bent geworden en dat je bang bent opnieuw gekwetst te worden. Maar dit beschermingsmechanisme is ook een belemmering om liefde vrij toe te laten in je leven. Als je het verleden echt heelt, zul je het niet meer steeds blijven herhalen. In elk geval trek je in je leven situaties en relaties aan die herinneren aan eerdere ervaringen. Want dat is een van de voornaamste instrumenten van het hele.
om tot een gezonde relatie te komen, is noodzakelijk alle boosheid, alle verwijten, alle rancunes waar je nog mee rondloopt, te ontgiften. Dit geldt ook voor het jezelf vergeven. Richt je tot de engelen en vraag hen te helpen je verleden te helen en los te laten. En ze zullen de last van je schouders verlichten, zodat je hart weer kan ademen en kan vliegen. En wordt verklaard door, staat ook healing. Ja, stel je voor dat jezelf en je geliefde worden omringd door het licht. Voel dat je relatie wordt geheeld op dit moment. Imagine your and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Kijk, heel veel hartjes. Lijkt wel of die haar aan het masseren is. En hier staat heilige eenwording, koester je relatie. Ja, vergeven en leren. En dingen moeten geheeld worden in deze groep. Goed, dankjewel voor het kijken. Geef me een like en tot de volgende keer. Doeg!